Dag 590. Vandaag is er veel nieuws te melden. Allereerst, als gevolg van een grootschalige amfibische operatie gecombineerd met maritieme en luchtaanvallen, slaagden Oekraïnes erin om hun havens te heropenen. En omtrent de vraag of dit betekent dat de Russen hun vermogen hebben verloren om de Zwarte Zeeblokkade door te zetten, is het antwoord grotendeels ja. De Oekraïnes hebben een veilige doorgang voor commerciële schepen georganiseerd en alle drie de grote Zwarte Zeehavens geopend. De eerste tien schepen zijn dan ook al de Oekraïnse wateren binnengevaren. Als reactie hierop begonnen de Russische troepen echter de zeehavens aan te vallen met kamikaze-drones, om de goederen te vernietigen die bedoeld waren voor deze schepen. Hoewel 25 Shaheds werden neergehaald, slaagden acht van hen erin de faciliteiten te raken en zoals recent vrijgegeven beeldmateriaal aangeeft, waren de doelwitten de loodsen en containers met exportproducten. De vernietiging van exportinfrastructuur is een van de strategische doelstellingen van de Russische Federatie. Omdat ze door de Oekraïnse export te verminderen de Oekraïnse economie willen verkleinen. Wat zou betekenen dat de Oekraïners hun defensie minder goed kunnen financieren. Dit is vooral belangrijk gezien de recente onzekerheid over externe hulp. Aangezien de VS budgetproblemen heeft en ter nauwe nood een government shutdown heeft ontweken en de parlementsverkiezingen in Slowakije zijn met 23% van de stemmen gewonnen door de pro-Russische oud-premier Fico, die in 2018 was afgetreden in de nasleep van de moord op een onderzoeksjournalist, die corruptie in verband trok met Fico's partij. Enkele dagen geleden bombardeerde de Russische luchtmacht ook een tankfabriek in Kharkiv, hoewel de Oekraïners deze fabriek sinds het begin van de oorlog niet meer gebruikten, omdat deze te dicht bij de Russische raketinstallaties lag om te worden beschermd, Toont de Russische inspanning nog steeds een vastbeslotenheid om het Oekraïnse militair industriële complex te ondermijnen? Na het bereiken van het kwotum voor de vernietiging van militaire doelen, voerden de Russen nog enkele verschillende aanvallen uit op burgerdoelwitten. Gisteren troffen de Russen het centrum van dezelfde stad, Kharkiv, met minstens twee Iskander-raketten. Drie wooncomplexen werden vernietigd of beschadigd, en tot een dozijn mensen verloor hierbij hun leven, waaronder enkele kinderen. Een andere aanval vond plaats op ongeveer 70 kilometer afstand ten oosten van de stad Kharkiv, in het kleine dorp Rosa. Hier hielden de Oekraïners een begrafenis voor een soldaat uit het dorp. Een derde van het dorp woonde de begrafenis bij. Dus toen de Russen een Iskander-aanval uitvoerden, werd een derde van de inwoners in één seconde gedood, inclusief de aanwezige kinderen. Russische bronnen beweerden dat de Oekraïners een begrafenis hielden voor een belangrijke officier van een natiebataillon. En dat veel andere hooggeplaatste naties de begrafenis bijwoonden. Een journalist vroeg de perssecretaris van de Russische president over de aanval. Zelfs nadat het vrijgegeven beeldmateriaal tientallen verspreide lichamen van burgerlijke vrouwen en ouderen liet zien, beweerde Dmitri Peskov dat de Russen nooit burgers treffen. Enkele dagen eerder plaatsten Russische bronnen ook beelden van hoe ze een 1500 kilo luchtbom op een ziekenhuis in Berislav lieten vallen. Dus de situatie rond deze Russische terreuraanvallen blijft buitengewoon lastig. Verder in het nieuws schoten de Russen opnieuw hun eigen gevechtsvliegtuig neer. Vandaag melden Russische bronnen dat een Russische luchtverdedigingsoperator in Mariupol het Russische gevechtsvliegtuig per ongeluk met een raket neerschoot. Een van de redenen hiervoor is dat de Oekraïners vandaag enkele raketaanvallen in het gebied uitvoerden. En dat er werd gespeculeerd dat de Oekraïners de Krimbrug probeerden te vernietigen, die de Krim met Rusland verbindt wat de belangrijkste logistieke ader is van de Russische logistiek. Dus de luchtverdedigingsoperators handelden waarschijnlijk te vlug en controleerden hun doel niet. In die haast om de raket te onderscheppen schoten ze dus hun eigen vliegtuig neer. In totaal hebben de Russen, alleen in officiële Russische cijfers, al vijf keer hun eigen vliegtuigen onderschept. Verder zijn er nog tal van onverklaarde ongelukken in Bryansk bijvoorbeeld, waar de Russen zonder verklaring vier vliegtuigen verloren. Of tijdens de wagner toen minstens zeven vliegtuigen werden neergeschoten. Sommige Russische analisten bekritiseerden het gebrek aan coördinatie en zeiden dat als deze trend zich voortzet, dat ze op deze manier binnenkort zonder vliegtuigen zullen komen te zitten. Om dit proces te versnellen en het Oekraïnse luchtruim te beschermen tegen verdere raketaanvallen, kondigde Duitsland aan om Oekraïne te voorzien van een extra Patriot systeem. En dit zou vooral nuttig zijn tijdens de wintermaanden. Aangezien het risico buitengewoon hoog is dat de Russen opnieuw de energieinfrastructuur zullen aanvallen om maatschappelijke druk te creëren op het Oekraïnse ministerie. Hopelijk zal het systeem zeer binnenkort arriveren. Er is ook nieuws van een Oekraïnse aanval van vandaag. Oekraïners hebben namelijk een Russische trainingsbasis in de buurt van Donetsk ontdekt en vernietigd. Oekraïnse strijders van het Shadow Detachment. Publiceerde een video waarin te zien is hoe de Russen zich verzamelen op een trainingskamp op slechts 11 kilometer van Avdivka, een stad stevig in handen van Oekraïners. Het opzetten van een trainingskamp zo dicht bij de Oekraïnse linies was gewoonweg een slecht idee, want de Oekraïners ontdekten het snel en raakten het met HIMARS-raketten. Als gevolg daarvan vielen er minstens 35 doden en gewonden. Bedankt voor het kijken, like en abonneer voor meer dagelijkse updates uit Oekraïne. En ik zie je in het volgende rapport.